En dan blijven we bij de Wadden. Is het een tijdbom of valt het nog mee? Na de Tweede Wereldoorlog werd 500 ton Duitse granaten in de Waddenzee gedumpt. Maar niemand weet of die explosieven nog wel veilig zijn. Want ze worden eenvoudigweg niet gecontroleerd. En nu eist de burgemeester van Ameland met een aantal natuurbeschermers dat die explosieven snel moeten worden geruimd. Deze wadlopers weten niet dat onder hun voeten 500.000 kilo scherpe granaten liggen, afgedekt door een laag zand. De munitie is direct na de Tweede Wereldoorlog in de Waddenzee gestort. 500 ton granaten in werelderfgoed de Waddenzee. Als wij ernaar vragen, weet niemand van het bestaan. Milieuclubs niet, de provincie niet en de burgemeester van Ameland had er nog nooit van gehoord. Nou, daar schrok ik eigenlijk wel van. Ja, daar schrok ik nog wel van. De munitiestortplaats ligt op de zeebodem tussen Ameland en Schiermonnikoog. Vlakbij de Engelsmanplaat. Deze zandplaat is een belangrijk toevluchtsoord voor vogels en zeehonden. Op de westpunt van Schiermonnikoog bekijken we het probleem met Frank Barink. Jarenlang werkte hij bij de explosieve opruimingsdienst. Wat hier ligt is Duits luchtafweergeschut, vlak, flugabweerkanonen. Zo'n 500 ton van dit soort materiaal ligt hier achter mij in de zee, in de Waddenzee. De munitiestort ligt vlakbij deze vogelobservatiepost op de Engelsmanplaat. Door de werking van het zoute zeewater roesten de granaten langzaam door. De giftige inhoud komt vrij en verspreidt zich in het water van de kwetsbare Waddenzee. In de Tweede Wereldoorlog stonden op Schiermonnikoog grote luchtafweerkanonnen van de Duitse bezetter. Na de oorlog zijn veel granaten op het eiland blijven liggen. Eilander Jan Wiep Groendijk heeft met eigen ogen gezien hoe kisten vol granaten vanaf Schiermonnikoog in zee werden gedumpt. Nou ja, we winnen meer. We hadden hier aan boord te lezen. Nou, dan winnen we aan boord en dan zagen we hoe dit hier voortging. En deze hoeken van de steiger die steren vol stapel en daar leiden de landingsvaartuigen. Brutte landingsvaartuigen? Nou, meters 20. 24 om die buurt nemen. En die waren volstout met munitie van de eilanden? Ja. En dan gingen ze voort met man of 20 erop om het te dumpen. De Duitse granaten lagen in grote hoeveelheden opgeslagen in bunkers op het eiland. Net na de oorlog wilde men er zo snel mogelijk vanaf. De zee was de makkelijkste oplossing. 2 maanden lang voeren vanaf Schiermonnikoog landingsvoertuigen op en neer naar de stortplaats, elke dag. Het weinig moest met mijn sigaret voorzichtig wezen natuurlijk. En nou, van alles liggen, alarm in, handgranaten en nou, kogels. Wat wien jou, doe? Doe, dat weer even 46. Even een week 12 hier. Het was spannend, ik was jonkje zelfs. Ja, prachtig mooi. Dat is qua jongens, maar een kist van handgranaten zou mij nemen kisten. Nou, dat is geintjes beleven, hè. Het Nieuwsblad van het Noorden schreef over de munitiedump bij de Engelsmanplaat in juni 1946. Bij het overboordwerpen is 1 der granaten ontploft, met het gevolg dat 2 Duitsers zwaar en 1 licht gewond zijn. De munitiestort in de Waddenzee is bij een enkeling nog wel bekend onder de naam IJzerbult. Maar door de jaren heen is het in de vergetelheid geraakt. Maar op deze hydrografische kaart van de marine staat de stortplaats gewoon aangegeven. Maar voormalig is de stortplaats niet. 500 ton granaten. Het ligt al 68 jaar op de bodem van de Waddenzee. Is het gevaarlijk? Ja, het is gevaarlijk. Het is munitie. Munitie is aan veroudering onderhevig. En heel langzaam wordt het steeds instabieler. Tot het moment komt dat het uiteindelijk vanzelf gaat exploderen. De munitie in de Waddenzee kan dus zomaar ontploffen. Spontane detonatie heet dat. En dat gebeurt wel vaker. Bijvoorbeeld bij de munitiestort in Beaufort's Dyke voor de kust van Schotland. Volgens de BBC explodeert daar elke maand munitie onder water. Maar er is nog een ander risico. Eens in de zoveel tijd rolt hier wel eens een granaat het strand op. Dat gaat gewoon, dat is de werking van de zeebodem, zou ik maar zeggen. Die kan overal vandaan komen hoor. Die hoeft niet per se uit zo'n depot te komen. Die kan ook uit Engeland zijn overkomen rollen. Als dat gebeurt, halen we daar direct de EOD bij. Want dat zijn explosieven en die moeten opgeruimd worden. Ik draai hier zo'n beetje meer dan 30 jaar mee. En ik heb in al die jaren ben ik zelf 3 keer een bommetje tegengekomen. Dat we die toch wel moesten ruimen door de opruimingsdienst.
Onderzoeksinstituut TNO heeft de munitiestort in 2001 onderzocht en concludeerde dat het niet gevaarlijk is, want het ligt onder een 10 meter dikke laag zand. Maar inmiddels zijn we 12 jaar verder. Hoe veilig is de munitiestort nog? De granaten zijn net als alle andere dingen die op de zeebodem liggen, die rollen mee, die bewegen mee met de zee. En dat zal een beetje naar links, een beetje naar rechts, maar uiteindelijk komt het een keer ergens op een strand terecht. En dat is hier ook al een paar keer gebeurd. Ik kan me er alles bij voorstellen dat je vlak na de Tweede Wereldoorlog van die rotzooi af moest. En dat men dat met de kennis van toen heeft opgeborgen. Maar het is de verplichting van de Rijksoverheid om dat goed te monitoren en te controleren of het met de kennis van nu ook nog steeds veilig is. Ook TNO gaf dat al aan in 2001. De munitiestort moet van TNO één keer in de vijf jaar gecontroleerd worden. Maar dat gebeurt niet, want niemand voelt zich verantwoordelijk. Wij maken als waddenvereniging heel vaak mee dat dat gewoon niet duidelijk is wie nu echt over dit gebied gaat. Wie is echt de baas van de wadden? Je zou verwachten dat het ministerie van Defensie hierover gaat, maar die laat aan één vandaag weten. Voor het antwoord op de vraag waarom niet is overgegaan tot ruiming van dit gebied, zou ik je willen verwijzen naar Rijkswaterstaat, die verantwoordelijk is voor het beheer van de Waddenzee. Maar ook Rijkswaterstaat voelt zich niet verantwoordelijk voor de 500 ton granaten. Er is geen opdracht om in ons meetprogramma metingen te doen naar een munitiestortplaats in de Waddenzee. We weten nu helemaal niet hoe groot is het probleem. We weten dat het ongeveer 500 ton is. Ligt het bij elkaar? Ligt het verspreid? Ligt er zand op? Ligt er geen zand op? Dat is allemaal van invloed op uiteindelijk de snelheid van het proces waarin het mee veroudert. En als we dat weten, kun je ook goede beslissingen nemen. Het kan toch niet zo zijn dat na 60 jaar nog niet helder is wat men met deze munitieplaats, dumpplaats, moet. In oktober berichtte een vandaag al over de gevaren van de grootste munitiedump van Nederland. Op de bodem van de Oosterschelde ligt 30.000 ton munitie. Internationale experts vrezen voor een milieuramp. I honestly believe that the oceans are dying and that if we don't remove these munitions, they will die. And you don't have to wait for global warming because the munitions will get you first. SP en PvdA willen opheldering over de munitiestort in de Oosterschelde van de minister van Defensie, maar ze wachten nog steeds op antwoord. Op de Waddeneilanden willen ze niet langer wachten. Het is hier een prachtig natuurgebied. De Waddenzee is een werelderfgoedgebied notabene. Dus eigenlijk past daar geen munitiedepot bij. Dus u zegt opruimen die boel? Als dat zou kunnen, zou ik daar voorstander van zijn. Het komt een moment dat het weer boven komt. Dus het lijkt me heel verstandig dat het er wel opgeruimd wordt. Dan moet gekeken worden wat zijn de risico's voor mens en natuur. Kunnen we het opruimen? En zo ja, doe het dan. Maar ruiming van de granaten gaat miljoenen kosten. En daar zit niemand op te wachten.